DAZN. De plannen zijn een beetje uitgesteld, maar normaal gezien wordt de Zebra Arena volgende jaar, volgend kalenderjaar in 2025. Dit zijn de 22 namen die het vanavond voor ons gaan moeten doen, met dus twee nieuwkomers langs de kant. Tik van Zorgan. Net niet precies genoeg om Diagon af te zonderen voor Sinten. Tweede poging, daar is opnieuw Daan Heijmans. Op de 16e minuut scoort hij al zijn zesde van het seizoen. En wat is hij goed bij schot in deze jaar. De Egyptische centrale verdediger is er nog niet bij, dus er komt nog wel wat aan. Ja, daar komt Kone gevaarlijk laat en Allards aarzelt niet. En ik denk dat hij het bij het rechte eind heeft. We noemen goed werk van hem, goed doorgestoomd. Ook hij dus gaat positie kiezen in die halfspace. Goed tikje. En dan komt Kone te laat. Hier is de tik. Maar ja, doet Kone toch wat er juist bekeken wordt aan Rick de Mil. Ja, hij moet wel degelijk naar het scherm gaan kijken. Verbomen vindt het geen strafschop. Deze Michiel Allard. Hier gaan we het zien. Nee, dit is geen strafschop. Op gewone snelheid zal je nooit zeggen dat dit een strafschop is. En dat doet Michiel Allard nu dus ook geen pen. Is niet van de allersnelste, dat is niet zijn kwaliteit. En zo worden de twee voorin andermaal niet bereikt. Kijken nu naar Sinton die in de fout gaat en zijn ploeg zo helemaal de das omdoet. Bernier ligt binnen, maar de... Ja, Bernier loopt eerst nog horizontaal, wil dan snijden. Het zal niet al te veel schelen. In principe te voetballen. Met het gemak van een routinier is 21 nog altijd maar. Dragsnes vlot er voorbij, voorbij Dagba. Goeie voorzet, daar is Heijmans voor een tweede keer. Ja, net voorbij de verse paal. Maar dat is een handelsmerk dus. Scoorde onder meer ook in de laatste confrontatie en doet dat nu bijna opnieuw. Bovenhaalde op die voorzet van Dragsnes. Charleroi leidt, doet dat verdiend. Bij Beerschot is het voorlopig. Een nieuwe poging. Een heel wat innige omhelzingen in de kleine 16. En de kopbal van alweer Daan Heijmans. Maar het is de eerste voor Grejon Kjei. 2-0 Charleroi. En een droomdebuut voor de huurling vanuit Luik voor de Ghanese Fransman. En de assist die komt op naam van, ja, hoe kan het ook anders, Daan Heijmans. Alweer betrokken bij een doelpunt. Een Beerschot dat heel vroeg in deze tweede helft het zichzelf wel heel erg omwille van dit soort noeste arbeid. Petris, Charleroi stoomt door Bernier. Zoeken naar Guillagon. Kjei voor de volgende. Kjei, nee toch niet. En Guillagon nog oppikken. En dan is het echt wel van moeten met het mes op de keel. Tegen de truinaars. Daar komt Marta, andermaal te laat. Petris, dat is een beetje als een kip zonder kop. Dan had hij echt wel betere opties. Dirk Kuyt is van plan om in te grijpen. Drie nieuwe mannen staan klaar om in te vallen. Na deze actie van Guillagon in het gezicht van Matisse. En dan zit het ook niet mee voor Beerschot. Gaat alles fout en prikt Antoine Bernier de derde van de avond tegen de touwen. En voorbij Nick Sinten. Driedubbel feest. Heel wat paars volk verzameld. Verlinde doet het toch maar eens zelf. Grootste kans voor Beerschot. En nog niet helemaal voorbij. Tweede keer voor Verlinde. Ja, zo waar nog. Met wat meer venijn. Kone twee keer. Uithalen maar. Sinten goed plat. Ja, het was Titraoui, die andere invaller. Keert van de pret. Isaken Benza. Ook met een goede bal naar Titraoui, die het nog eens gaat proberen. Dit keer in de andere hoek. Maar dit zijn trainingsballen voor Nick Sinten.
kaats van Zorgan op maat voor een Benza. De voorzet is zeker ook niet slecht, maar wat een goede save van Nick Shinten. Een van de betere mannen bij Weerschot. En bij Cercle Brugge, STVV en Kortrijk zullen ze blij zijn dat er voorlopig toch nog een ploeg achter hen blijft kijken naar Marta. Wat doet hij nu weer? Wat doet hij nu weer? Silla, dat is wel heel scherp tegen de paal. Wat was Marta daar weer aan het doen? Kijk, alle tijd. Maar dan slecht controleren, ook slecht rechtzetten. Abis International. Van wie we dus op basis daarvan ook wel iets verwacht. Verlinde, dan toch eens. Nee, het mag echt niet zijn voor hem. Charleroi maakt Weerschot nog maar eens een kopje kleiner. Weerschot komt hier heel erg moeilijk winnen in Charleroi.